Het is tijd voor 3 prachtige optredens tot 2 uur hier. Allemaal staat het in het teken van de Franse chanson. Zaterdag aanstaande om 2:30 'smiddags in Theater Poza. Philippe Elan en Rijer Zwart met het programma Tout Elan. 3 nummers zoals gezegd en hij begint direct met het eerste nummer. Het eerste nummer is La Bicyclette. Applaus voor Philippe Elan en Rijer Zwart op gitaar. Il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs en formant un bouquet, changeant de papillons, de sauterelles et de rainettes. Le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes. On rentrait fourbu et content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un temps les copains. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira par les chemins, oui, à bicyclette. Prachtig. Philippe Elan was dat. Philippe, kom alsjeblieft bij de microfoon. Ik zal de microfoon trouwens ook eventjes zodanig zetten dat je, als je praat, dat mensen je ook kunnen horen. Zo, dan mag je even op de verhoging staan. Zo. Ja, dan loop ik even gauw weer terug. Zo, Philippe. Rijer Zwart trouwens op gitaar, had ik dat al gezegd. Heel mooi. Ja, geweldig. Daar werk je heel lang mee samen, Philippe. Heel lang. 19 jaar nu. 19 jaar. En je woont al sinds 1986 in Nederland. Ja. Oh, je kijkt er een beetje beteuterd bij. Ja, avec le temps, met de tijd. Ja, maar het komt natuurlijk ook door de... En de tijd vandaag is uiteraard des te meer confronterend. Ja, dat snap ik, ja. Sowieso is het confronterend, want misschien is het wel eventjes leuk om jou eerst even te feliciteren. Want je bent vandaag jarig. Dank je zeer. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja. Ooit in het jaar... mogen we dat zeggen? Ja, je mag alles zeggen. Ja, mogen we zeggen. 1961. Kom je in Frankrijk ter wereld vandaag? Ja, ja, lang geleden. Hè? Wat heeft jou ooit... We hebben trouwens ook nog eventjes een lekkere taart lang gehaald natuurlijk. Lang zal die leven. Lang oh, dat vind ik ontzettend lief. Ja, kijk eens, met je leeftijd erop. Heel speciaal gedaan. Katrin van Kennis is dat, hè? Ja. En dat ik nog zing, hè, op die leeftijd. En is hoe? Nog ouder dan Charles Navour toen dat hij stierf. Ja, dat is waar. Hij was 94. We hebben nog geprobeerd om de foto erop te krijgen. Maar zeiden ze bij het bedrijf, dat lukt niet meer. Nee. Oh, wat zijn jullie... Is dit geworden?
Oh, dit is prachtig. Nou, deze is toch mooi, hè? Maar ja, ik kan nu niet... Als we klaar zijn, of gaan we het nu... Nou, straks gaan we... Tussen de bedrijven door. Ja. Oh, anders wordt hij zuur, hè, natuurlijk. Door de warmte. We kunnen er zo meteen mee gaan gooien. Nee, heel aandachtig, dank je. Ja. Zometeen gaan we even de taart aansnijden. Ja, goed, je bent dus in 1960... Je kreeg een beetje beteuterd, ook natuurlijk door die coronamaatregelen. Nee, daarom zei ik, wikkel het dan met toch tijd. En de tijd is op dit moment gewoon zo moeilijk, hè? Ja. En je zei het net toen je binnenkwam, nog voordat we dit gesprek hebben begonnen, van ja, Nederland is eigenlijk het enige land die de cultuursector zo hard aanpakt. Ik geloof dat ik me niet vergis. Ik heb goed gecheckt op internet. En België zit ook in ernstige problemen. Reijer was onlangs in Groot-Brittannië voor een musical en hij vertelde mij dat daar ook alles open was. Ja. Italië, die ook flink onder de crisis leed, heeft alles open. Het is voor ons artiesten, voor het theater, voor de theatermensen, voor Lelystad, voor Poza, waar ik zing. Aanstaande zaterdag heel moeilijk voor allerlei culturele instellingen in het land. Is ja. En vergeet behoorlijk consternerend. En de artiesten zelf natuurlijk ook. En de artiesten zelf die gewoon weer voor de zoveelste keer een concert te moeten proberen op te schuiven. Ja. Bij Poza is dat trouwens goed gelukt. Want het zou in eerste instantie aan de zaterdagavond een avondvoorstelling zijn. En zij hebben eigenlijk alles wat in hun vermogen lag, hebben zij... Ze hebben de hele weekend aan de telefoon en aan de e-mail gezeten. En dat is gelukt. Het is fantastisch. Ja. Ik ben heel dankbaar. Het is verplaatst naar 2:30 'smiddags. Dus aanstaande zaterdag in het gezellige kleine theater in Lelystad. Je bent daar een beetje vaste gast. Ik heb de laatste jaren daar een paar keer met Reijer Zwart opgetreden. Oh, met Therese Steinmetz? Met Therese Steinmetz en Nico van der Linden. Helaas onlangs overleden. Ja, dat is waar. Nee, ik heb een hele leuke band gecreëerd met dat theater. En Kevin en Rosa zijn schattere mensen die de artiesten met open armen en open hart ontvangen. En het is daar een plezier om te gaan optreden. Het is, kijk, als je vaker wordt gevraagd door een theater, Dan doe je het goed. Je bouwt echt een band met de organisatie. En het is het mooiste compliment om nog een keer gevraagd te worden. Ja. Ja. Het concert zaterdag, wat krijgen we voor liedjes? Welke sfeer heeft? Jullie krijgen gewoon een concert die heet Tout Elan. Alles wat Elan gemaakt heeft. En wat bedoel ik daarmee? Ik treed op met Reijer 19 jaar en ik ben een chansonnier, zoals ze me noemen in het Nederlands. Ja, ja, ja. Dus dat betekent dat ik uiteraard in mijn moedertaal heel veel chansons zing. Maar dat ik heb me nooit uitsluitend chansonnier gevoel. Dus ik zing ook in het Engels. Ook in het Nederlands. Ik zing in het Nederlands. Ja. Ik voel me meer een vocalist dan een chansonnier. Maar omdat ik ben niet bewust als Fransman dat ik in mijn moedertaal zing. Als ik zing, zing ik. En rooi ik mijn hart open met mijn liedjes. En Frans is voor mij uiteraard vanzelfsprekend. Dat is mijn moedertaal. Maar uiteraard, ik ben in Nederland. Mensen zien mij als Franse zanger die in het Frans zing. En dit soort zangers worden chansonnier genoemd in Nederland. Terwijl een chansonnier in Frankrijk is een cabaretier. Oh ja? Jawel. Een chansonnier in Frankrijk, dat is wat Freek de Jonge doet. Ja, ja. Of Joep van het Hek. Ja. Hoe noem je dat? Een satire over de samenleving. Ja, ja, ja. Conferentie. Ja. Met illustraties af en toe van een liedje. Oh. Dat is wat ze in Frankrijk een chansonnier noemen. Dus in Frankrijk heeft de naam chansonnier de betekenis van cabaretier. Okay. Ah, oké. Okay. En mensen zoals ik, of Lisbeth Liest vroeger, of Ramses Shafi, in Nederland, om Nederlandse artiest te noemen, zijn zangers of zangeressen. Chanteurs, chanteuses. Ja. Dus er is daar een kleine rare misverstand. Die bewonder jij ook, hè? Want jij doet ook in je voorstelling vaak liedjes van Ramses. Ramses Shafi vind ik de grootste chansonnier die Nederland ooit gehad heeft. En ik vond Lisbeth Liest ook, zeker in de jaren 60 en 70, een hele mooie chansonnière. Ja. Jenny Arjan, mijn buurvrouw in de Jordaan, vind ik ook een sterke chansonnière. Ja, ja, zeker, ja. Die ontmoette ik gisteren trouwens in Amsterdam en die is ook heel triest over de situatie. Ja, die heeft een hele mooie voorstelling met Brigitte Kaandorf, die dus ook niet door kan gaan. Maar laten we niet zeuren, we zijn hier en we gaan optreden. We gaan optreden in Poza. Ja. Ja, ja. Als mensen in de zaal zitten zaterdag, er zijn niet zo heel veel kaartjes meer trouwens. Nee, ik zag er nog een stuk maar of een paar. Ja. Natuurlijk ook door die 1,5 meter afstand is de zaalcapaciteit minder geworden. Zijn er dan ook liedjes dat mensen denken, hey, dat liedje ken ik eigenlijk vanuit het Nederlands? De beroemde Franse liedjes vertaald naar Nederlands? Ja, zeker. Misschien het meest beroemde
is Het Dorp. Ja. Van Wim Sonneveld. Gezongen door Wim Sonneveld. Die in 1974 heeft hij dat gewoon uitgebracht in het Nederlands. En het is oorspronkelijk een chanson uit 1965. Geschreven door Jean Ferrat. Ja. Alleen ik mag altijd dat foute grap dat in het Nederlands... Het had niet over een berg kunnen gaan. Nee. Omdat wij geen bergen hebben. We hebben niet alleen en gaat over, bergen. Het gaat over de nostalgie van een dorp. Alleen het Franse lied, zonder arrogant en chauvinistisch te willen zijn... De Franse tekst heeft een meerdere laden. Ja. Heeft ook een maatschappelijke boodschap die de Nederlandse tekst niet heeft. Omdat het is puur nostalgie, denk ik, in Nederland. In het Nederlands en in het Frans. Het gaat over mensen zoals ik, die geboren zijn op het platteland of in een mooie berggebied. Ja, ja. En die hun mooie platteland verlaten voor de attractie van de stad... De neonlichten, de fastfood. Terwijl een platteland zo mooi was geweest. En daar hadden ze ook gelukkig kunnen zijn. Maar nee, ze moesten naar de stad. En dat betreurt Jean Ferrat. En het is, ik zei het ook bij ik heb deze nummer anderhalf jaar geleden gezongen op tv bij Podium Witteman. En wat ongelooflijk is dat hij was gewoon visionair, Ferrat. Omdat hij schreef dat in 1965. Mm-hmm. Dus bijna 60 jaar geleden. Mm-hmm. Ja. En vandaag de dag... Is het nog actueel? Het is meer actueel dan ooit. Dan ooit. Maar wat dat betreft, om even... Sorry dat ik in de Nee. Heeft Wim Sonneveld wel die lading in dat liedje gehouden? Dat is wel. En prima vertaald naar wat voor ons dan die... Ja. Waar wij heden de dagen nog steeds aan vasthouden. Ja, ja. We willen nog zo graag de tijd van het touwtje uit de brievenbus hebben. Ja. En de haartjes nat en voor de televisie zitten op zaterdagavond. En het dorp met de slager en de groenteboer. Hoe vaak... Jawel, de lading is niet, wel. Ik vind die supermarkt vind ik niet fijn. De traditie. De lading van de traditie. Maar wat belangrijk is in het Franse nummer... jullie hebben uiteraard gehoord over dat vreselijke crisis... de laatste jaren van de gilets jaunes. Ja, ja, oui. Hele jasje. Mm-hmm. Dat mensen, ze waren niet alleen maar bezig van meer geld. Nee, ze zeiden van... Frankrijk is steeds meer leeg aan het worden. Ja, ja, ja. Geen ziekenhuizen, geen artsen op het platteland. Geen bioscoop, geen scholen. Dus wat doen de mensen? Ze moeten tientallen kilometers... Rijden. Om naar een specialist te gaan. Ja. Om hun kinderen op school te... Daarom komen en ze daar had Jean Ferrat dat al aangekondigd bij La Montagne in 1965. Philip, jij kwam natuurlijk in Nederland. Dat is natuurlijk al heel lang geleden, 1986. Dat is 35 jaar geleden. Ja. Ja, zo lang is het al geleden. Ik zal nog niet zeggen hoe oud je zelf bent geworden. Nou, dan kunnen ze het... Je kunt rekenen, ja. Ja, het is 54 ben je geworden. Toch? Ja, precies. Ja. Nee, maar Philip... Je weet ook wel een beetje hoe Nederlanders tegen Fransen. Frans, die spreken altijd alleen maar Frans. Hè, die passen zich niet aan. Zijn altijd een beetje arrogant. Zijn niet zulke aardige mensen. Chauvinist. Hoe was dat voor jou om dan hier je voor te stellen? Hallo, ik ben een Fransman en ik kom in Nederland. Ik heb zelf gehoord, Frankrijk is geweldig. Jammer dat er Fransen wonen. Ja. Ik vind het... Maar ben je het daarmee eens? Snap je die kritiek een klein beetje? Of zeg je van nee, ik sta achter mijn... Nee, ik snap dit soort kritieken niet. Omdat ik vind het dom om te generaliseren. Ja, oké. Dat kun je ook zeggen. Over Nederlanders, je hoort Nederlanders zijn zuinig. Ze maken heel veel geluid in de campings. Het is ook zo. Ze kopen en sinaasappel of een aardappel op de markt in plaats om een kilo of twee kilo's te kopen. Dat zeggen de Fransen of de Nederlanders. Ja. Nee, luister. Er zijn leuke mensen en minder leuke mensen overal. In elk land. Ik kwam naar Nederland en ik vond Nederland fantastisch in 1986. Het was voor mij een verademing. Vergeleken met de Franse samenleving die ik behoorlijk diert vond. Te veel hiërarchie, te veel formeel. Ik was zelf verbijsterd van hoe de Nederlanders ontspannen waren vergeleken met de Fransen in sociale contacten. Dus vond ik heel charmant. Oh. Af en toe was ik een beetje... Mijn probleem was dat we zijn veel minder direct. Latijnse mensen, we zijn wel excentriek. We praten veel met de armen, met de handen. Maar wij zijn minder direct als het op neerkomt om een mening te geven. En daar was ik verbijsterd in Nederland dat je gewoon... Tell it like it is. Mm-hmm. Meteen. Maar... Dat was moeilijk. En het tutoyeren. Dat vond ik echt heel moeilijk. Om meteen jij... Bijvoorbeeld, in Frankrijk kun je heel lang nog voornaam en u zeggen. Ja. Het Belgen doen dat ook, maar jullie doen dat niet. Nee. Dat was heel moeilijk. Ja. Gek, hè? Een klein ding.
Ja. Zoals tutoyer en vouvoyer. Ah, je leert snel natuurlijk. Ja, nu tutoyer ik te snel zelf, zegt mijn man. Nou, je kwam inderdaad binnen, je zei gelijk jij tegen mij. Voor Nederland, ja, fout hè. Maar ja, je zei me dat je mij kende, dus... We kennen elkaar, ja, toch? Daarom. Van 15 jaar geleden, ja. Van Talpa. Ja, ja, precies. Heb je altijd in de Jordaan gewoond? Nee, ik kwam, toen ik aankwam, woonde ik in de Pijp. In de Luutmaststraat, ook heel mooi, dichtbij de Amstel. Ja. De Pijp is nu een hele trendy... Maar ik vind mijn oudere buurt, de Jordaan, echt gek. Het is niet zo raar dat je dan in zo'n Jordaan terechtkomt... want dat stamt eigenlijk af van het Franse woord jardin. Jardin, absoluut. Dus en ik zou zeggen... jardin. Ja. Maar ik zou zeggen ook dorp. Omdat ik kom zelf uit een kleine stad van 5000 inwoners... aan de voet van de Pyrenee. En mijn stadje Lectoure... Het is precies de sfeer die ik heb in de Jordaan. Mensen kennen elkaar, groeten elkaar. Pardon? Die er was, wat? Ja, mijn stad? Veel mensen in de Jordaan gaan weg en die zeggen... de Jordaan is de Jordaan niet meer. Dat is niet Die zitten allemaal in Almere, in Lelystad. Ja, nee, oké, ja, maar omdat ze kunnen niet parkeren. Het leven in de stad is... Omdat het onbetaalbaar is geworden voor die vreselijk, mensen. Vreselijk, vreselijk. De huizen, nou. Ja. De huizen, dat is een... De gewone man kan er niet wonen. Nee. Dat is maar als je daar woont... Als je daar woont en... Gelukkig, zoals ik een mooie huis heb, op een mooie plek, op de Brouwersgracht, loop je langs de gracht of op de Alemedijk en mensen zijn net zoals in het lied van Wim van der Veld, het dorp, groeten elkaar. Ja. Vragen je, hoe gaat het met jou? Ja. En bijvoorbeeld, ik als artiest, ook mensen die mij niet volgen, als Philippe Lanzanger, maar die weten dat ik zing. Die hebben gehoord over de maatregels. En die zei, oh Philippe, wat erg zeg. Er is een contact. Ja. En die kun je echt vergelijken met een dorpsleven, het kleine stadleven. Dat is echt nog vandaag de dag in de Jordaan in Amsterdam aanwezig. Jij gaat straks ook voor ons La Montagne zingen, hè? Het dorp dus. Origineel doe je straks na 1:30. Maar je hebt ook een prachtig liedje, Les Moulins de Mon Coeur, de molens van mijn hart. Ja, Les Moulins de Mon Coeur. Wat wij doen eigenlijk, Arnoud, om terug te komen op jouw vraag. Deze voorstelling combineert gewoon repertoire uit Tout Elan en uit mijn laatste cd met Reijer. Quelques mots d'amour. Dus mensen die deze liedjes horen vanmiddag, kunnen ze en terugvinden zaterdag aanstaande in Theater Poza en op onze gezamenlijke cd die net uit is. Ja, ik zie het. Ja, maar je bent best wel productief, want je hebt heel veel albums uitgebracht. Mijn 13e, ja. Nou, dat is best, want de laatste is nog niet eens zo heel lang geleden. 2 jaar geleden. Ja, daarom. Ja, dus met het residentieorkest. Ja, dat weet ik. Ja. Maar ik vond dat het tijd was. Ik werk samen 19 jaar met Reijer in deze intieme combinatie. Ja. Waarin Reijer mij begeleidt met piano of gitaar. En ik ben dol op gitaar, akoestisch gitaar. Dus ik ben blij om bij jullie met gitaar te kunnen optreden. En ik vond dat de tijd was rijp om dat te kunnen doen. Ja, doen, een cd uitbrengen met onze lange samenwerking. Ja, het past ook wel in die tijd van toen alles nog mooi was, hè, cd's. Want dat zie je bijna niet meer. De meesten brengen het alleen maar online uit. En het is een geluk bij een ongeluk. Of nee, dat is niet de juiste uitdrukking in het Nederlands. Mijn publiek, of het publiek die van luisterliedjes houdt... Die luistert nog en cd's. Die een bepaalde leeftijd heeft, koopt nog cd's. Gek genoeg, vinyl, niet veel. Vinyl is meer voor de... Dat is maar echt voor de voor de rock en jazz. Ik heb het geprobeerd met Thérèse ten Metz en het Amstel Quartet. We dachten van, we gaan gewoon op de vinyltour. Ja. Het was teleurstellend. Veel mensen zeiden mij uit mijn publiek... Maar we hebben geen langspeelplatte speler meer. Nee, dat is meer maar die jongeren... cd's, gek genoeg, ja. Verkoop ze... Na de concerten, als de concerten gebeuren. Ja, natuurlijk. In de winkel is het een andere verhaal. De crisis is groot ook voor de cd's. Ja, precies. Wil jij daar een keertje gaan staan voor jouw tweede nummer? Zoals gezegd dus, aanstaande zaterdag om 2:30... in Theater Poza aan Lelystad. Philippe Lan heeft net al dat mooie La Bicyclette gezongen... van het album Quelques mots d'amour. Zomaar wat woordjes over de liefde. En hij gaat zingen het volgende nummer. Les Moulins de Mon Coeur. Wederom Reijer Zwart op gitaar. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune
avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goémons sur les forêts de Norvège, sur les moutons d'océan, comme les chemins de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui s'éloigne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne reprennent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville, de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille, le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Hélas, et t'as une patte fan men fade. Ça rec de hoor boom stam. Ik was een kind en kon niet weten dan dat het ooit voorbij zou gaan. De chèvres et puis quelques moutons, une année bonne, l'autre non, sans vacances, sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leurs villes seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Prachtig hoor. Leijer Zwart, heel mooi op gitaar ook, dankjewel. Hij is natuurlijk ook zaterdag bij in Poza. Kom nog heel even op het verhogingje staan, alsjeblieft, Philip. Dit nummer, hè, dat is... Ik blijf daar altijd kippenvel van krijgen. Het lijkt wel of je zelf ook je nog wat doet als je dit zingt. Ja, je zit er helemaal in. Oh, sorry. Ja, precies, nou, het is een nummer die... Ik vertel dat ook in het concert. Het heeft voor heel veel redenen mij geraakt. Ook omdat ik uit een... dorpgebied, berggebied, kom, de Pyreneeën. Je ziet dat weer voor je dan, hè? De Pyreneeën, ja. En ik zing over wat ik gedaan heb en wat Jean Ferrat betreurt. Gewoon de attractie van de stad, Amsterdam wat mij betreft, zelfs niet Parijs. En mijn platteland, mijn stadje van 5000 inwoners verlaten om die wilde leven van Amsterdam mee te maken. Ja. Had je het anders gedaan, nu terugkijkend? Nee, ik heb geen spijt. Nee. Maar je vraagt je af en toe... Hoe zou het zijn gegaan als ik daar was gebleven? Ja, en nee, je denkt dat je heel snel als je jong bent... dat je gewoon op het platteland niet gelukkig kan zijn. Omdat het een saaie leven is. Ja. Maar als je ouder wordt... herontdek je de waarde van de rust, van de natuur. Ja. Van goede producten, van goede plattelandproducten, kaas, koeien, vlees die misschien meer gezond is dan in de stad. En je denkt van, ach ja, al die illusies van de grote stad, van dat showbusiness of zo. Ja, je denkt van, hoe was het geweest? Ja. En je kunt als dat bleef je volgen, ja. Dat noemen we in Nederland mijmeren. Ja. Mijmeren heet dat. Mijmeren. Het woord is dat dan. Ja. Ja. Hoor je ook bij de noten. Doordenken, dan ga je hele leven opnieuw beleven. Dat je denkt van, als ik nu nog steeds daar had gewoond... wie was Philippe Elan dan geweest? Was het misschien een wijnboer geworden? Een hele beroemde wijnboer. Ja, misschien kun je... Ik denk dat je heel gelukkig kan zijn als wijnboer op het platteland. Ja hoor, nee zeker. Romantisch denk ik ook dat het is. Dat geeft een soort romantisch beeld. Maar ik moet wel zeggen dat ik ontzettend veel van zingen hou. Dus dat is... Een zingende wijnboer. Nou, waarom niet? Ja. Ja. Kijk, één ding is zeker, dat is in Nederland... Jouw gitarist zit echt te lachen van je. Glitella. Dat zie je al staan. Hij ziet het niet zitten. Nee. Maar wat ik wil zeggen is dat Nederland is een compacte land. In Frankrijk, als je echt artiest wilde worden, zeker in mijn generatie, dan moest je echt naar Parijs. Ja. En als je een provinciaal bent, zoals ik... 700 kilometer van Parijs, geïsoleerd, ga je niet 1, 2, 3 naar Parijs. Dus ik kwam naar Nederland niet om zanger te zijn, maar gewoon voor de liefde, voor privé redenen of zo. En door mijn ontmoetingen met muzikanten ben ik in de muziek beland. En dus je moet het leven dankbaar zijn wat het leven je brengt. Aanraakt. Ja. Het leuke eraan is wel dat Monique Boersma uit Dronten bij ons hier... die treedt nu heel veel op in Frankrijk. Dus heeft hele grote rollen in Parijs, in Le Bal de Vampire en Romeo en Juliette en zo. Klassieke opera. Nou nee, ook de musical. Oh, musical. Ja. De Franse musicalmakers, de producenten, zijn weer gek op de Nederlanders... want die werken zo hard. Ah, ze zullen niet. Het is een soort van omgekeerde wereld eigenlijk. Alleen KLM en Air France hebben moeite om met elkaar te werken. Die samenwerking is niet fijn. Zou je zelf niet weer toch ook weer carrière willen maken in Frankrijk? Of dat had ik heel eerder moeten doen. En nu te laat? Is dat te laat? Nee, het is nooit te laat. Ik heb een leuke tv-interview gehad in Frankrijk over mijn activiteiten. 15 minuten door de Nationale Franse Televisie. Begin 2021 kon ik vertellen wat ik deed in Nederland en hoe het was mij hier gelukt om concert te treden. Dat is heel leuk. Maar je moet heel veel sacrifices doen om internationaal op te treden. Dat betekent dat je gewoon niet vaak thuis bent. Nee. Charles Navour op reis. Ja. Hij heeft net een mooie documentaire over zijn reis geweest. Ja, klopt, ja. Maar daar was ik niet voorbereid om die sacrifice te doen. Ik ben een beetje lui, denk ik, van natuur. En ik hou ontzettend zin van mijn rustige ritme langs de gracht, koffie drinken. Ja. Dus je moet weten op een bepaald moment wat je verantwoordelijkheden zijn. Ja. En als sommige dingen niet gebeuren,
je ziet ook een beetje je fout. Je krijgt niet alles aangeboden op een plateau. Nee. Je moet keihard werken werk. En niemand zit op je te wachten. In Frankrijk zitten ze niet op mij te wachten. In Duitsland ook niet. In Nederland zaten ze ook niet op mij te wachten. Je moet werken om iets te creëren. En dat vraagt heel veel sacrifice. Of je moet gewoon beslissen van, oké, daar ga ik voor. En dan uiteraard gaat je privéleven gewoon leiden onder de keuze die jij maakt. Ja. Dat is, het is echt helemaal een kwestie van keuzes in het leven. Ik geloof dat grote artiesten, groot beroemde artiesten, die hebben uiteraard talent, ja, een goede infrastructuur om hen heen om te kunnen functioneren, maar de grootste kracht hebben ze in zichzelf. Ja. Je moet die ambitie en de drive hebben. Ja. En ik had dit, maar je moet gewoon bellen. Je moet gewoon contact nemen met mensen. Niks komt zomaar naar je toe. En daar ben ik niet sterk in. Hoe ben jij ooit met Therese Steinmetz eigenlijk in contact? Oh, dat is een hele leuke verhaal. Ik gaf een concert in Den Haag met het Amstel Saxofoon Quartet. Ja. En zij was in de zaal, op de eerste rij. Ja. En ze was heel enthousiast. Ze kwam naar afloop en ik wist dat ze in Cannes, ja, in Frankrijk, woonde. Oh. Dus ik dacht van, daar wil ik met deze Nog met Gerrit en Braber toen nog? Was ze daar Nee, ze woonde, na de dood van Richard, is ze eigenlijk naar Frankrijk gegaan. Heeft ze een appartement in Cannes gekocht. En heeft ze gewoon een rouw daar gebouwd, aangewerkt. Aan haar rouw aangewerkt. Maar daar trof ik gewoon een beroemde zangeres. Ik was lang genoeg in Nederland om te weten wie Therese Steinmetz was. Mm-hmm. En uiteraard begonnen wij ons gesprek van, hoe zit Therese in Frankrijk als Nederlandse vrouw? En dan zei ze, en hoe zit het met jou als Fransman in Nederland? Ja. En haar beste vriendin was de beroemde zangpedagoge Elisabeth Ooms. Die les gaf aan de Dolly Dots. En aan Toon Herman, aan Mathilde Santing. Dus ik had haar 2 of 3 keer ontmoet, maar we waren nooit echt goed in contact gekomen. En sindsdien is er een vriendschap ontstaan die ons zelf op het podium gebracht heeft, samen. Ja. Omdat ik zei, wij begonnen over chansons te spreken en ze vertelde mij hoe dol ze was op het Frans chanson, uiteraard. Wonende in Frankrijk en met het repertoire. En ze begon te zingen a cappella. Ja. En ik zei, prachtig, wat zing je nog goed? En heel spontaan, doe een keer mee. Kom op, we moeten iets samen doen. En dat heeft geresulteerd. Ik zie beelden van Nico van der Linden. Ja, leuk. Het heeft geresulteerd op mijn gezamenlijke album. Die mij heel dichtbaar is. Omdat het is uniek om zulke dames te ontmoeten. En een plaat met haar te maken met Frans en Nederlands repertoire. Weet jij dat zij ooit het volkslied heeft gezongen van deze provincie? Nee. Ik laat een klein stukje horen. Oh, luister, ik ga haar daarmee confronteren. Mee, mooie stem, hè? Ja, ze heeft een prachtige stem, ja. Ja. Echt een klassieke stem, hè? Ja, ze komt uit de klassieke wereld en je hoort het meteen. Ja, ontzettend gesofisticeerd in haar zingen, ja. Filip, we zitten helaas bijna aan de tijd. Ik zou het leuk vinden als je nog een keer met Therese Steinmetz iets gaat doen, dat je met Therese nog even hierheen komt. Ik ga vertellen, graag. Toch, ja, Arnoud? Ja. Dat zou leuk zijn. Leuk. Hij heeft ook vroeger aan het songfestival. De kans is dat Poza mij nog een keer vraagt met Therese en dan komen wij. Kom gewoon. Maar ik wil jullie bedanken voor jullie hartelijkheid en dat jullie gewoon mij zo hartelijk en verrast met deze prachtige en heerlijke dag. Graag gedaan. En bedankt dat we hier konden zijn met Reijer. Dank jullie wel. Reijer, op mijn verjaardag. Merci. Aanstaande zaterdag. Nog een paar kaarten. Om 2:30 zijn nog wel een paar kaarten. Merci. Als je erbij wil zijn. Tout élan, met veel élan. Goed, dankjewel jongens. Merci. Veel succes.